Dus niet in één keer loslaten, want dan gaan de dingen niet goed. Dan gaat die gdum, gdum. Hoe? Ja, gdum. Knolpower. Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben een beetje droevig door het weer. Maar als ik jullie dit laat zien, het vrolijkt mij in ieder geval heel erg op. En dan vergeet ik alles om me heen, want ik heb alles verplaatst. Al mijn apparatuur, mijn beeldschermen, de mixer, de boxen, mijn softboxen, mijn computer. Alles wat erbij komt kijken wat ik nodig heb om vette video's op te nemen en te monteren. Heb ik verplaatst van de studeerkamer van D naar deze kamer. En ik vind het super tof geworden. Ik ga even de lichten aanzetten. Kablam! En dan laat ik jullie gewoon mijn setup zien. Heel even snel. Zijn jullie er klaar voor? Ik tel af van 3, 2... 1. Bah! Holy shit! Dit is mijn setup. Een softbox links, een softbox rechts. En voor de rest mijn box, twee beeldschermen, de mixer, headset, muis, muismat, microfoon, bureaustoel, computer staat daar. De webcam die moet eigenlijk op dit beeldscherm komen, maar het draad is te kort. Dit draad redt het niet als ik hem daar neerzet, want mijn computer staat helemaal rechts. Dat ziet er gewoon wat mooier uit, in plaats van zo midden onder dat bureau daar. Dus ik ga even een USB verlengstuk halen. Samen met Deetje, en ik hoop dat we meteen de goede vinden, want dat is fijn. Altijd fijn als je in een winkel loopt en je loopt ergens heen en je ziet het en het is precies wat je nodig hebt en dan kan je weer terug. Yes. Kan je het verder installeren. Ik heb het toch eventjes moeten vragen, maar dan heb ik wel resultaat. En het is maar 1,55 euro, dat had ik niet verwacht. En dan kan je een USB verlengen tot 5 meter. Dus het is gewoon gelukt. En je hebt even een nieuw telefoonhoesje. Hoppakee. Dit is echt superleuk. En ik heb serieus echt net de webcam geïnstalleerd en toen ging de bel al. En er staan hier twee mannen van een rijschool. Kijk eens aan, hallo. Hallo. En ik heb een verrassing geregeld samen met deze twee mannen. Want D, die denkt dat we een gesprek hebben, maar we gaan gewoon een rijles nemen. Het is gewoon een proefles. Dus ik ga de deur open doen en dan loop ik binnen en dan is het zeg maar verrassing. Nee, kom eens als je wil. Ik wil je even voorstellen. Hi. Hoi, ik ben Jan. Hi. Dag Dee, ik ben Gert-Jan. Hi. Hoi. En Gert-Jan is in deze factor heel belangrijk, want jij gaat je eerste proefles nemen. Nee. Nou, daar had je me al voor moeten bereiden. Nee, dat heb ik expres niet gedaan, want ik weet dat jij het heel eng vindt, autorijden. En ik wist gewoon dat als ik het jou eerder zou vertellen, dat je de hele tijd met kriebels in je buik zou zitten. Nee, nu niet! Nou, nu denk ik niet, want nu moet je wel. Want hij is speciaal voor jou gekomen. Dus maar nu ik moet zit ook wel met kriebels in mijn buik. Oh, ik vind het zo leuk. Ik vind het zo leuk. Ik weet niet of ik het leuk ga vinden. Oké, okay, zit je D? Ik zit. Oké. Okay. Nou, dan ga ik achterin zitten. D? Yes. Heb jij wel vaker gereden? Eerlijk zeggen. Yes. Op de parkeerplaats. En heb je rondjes gereden? Ja, heel veel rondjes. Echt heel veel rondjes? Ja. Ja, gelukkig is de Volkswagen, dan zit alles op dezelfde plek. Oh, heb je een Volkswagen? Nee, maar hij wel. Oh ja. Ik ben er ook nog. Oh, jij bent maar ik hou me stil, Ja, okay. Het is belangrijk dat je goed zit. Ja. En dat je ook je rugleuning goed zit. En dat je, zeg maar, ook qua hoogte kan je hem ook omhoog of omlaag zetten. Je moet hier natuurlijk niet tegen dat ding aan zitten koekeloeren. Je kan het stuur ook nog veranderen, wist je dat? Ja, er zit zo'n hendeltje. Je kan de airbag ook af laten gaan. Ja, kan ook toeteren. Nog een binnenspiegel, uiteraard. Hij en zo. Hij schatje. Leuk, hè? Mag ik je iets vragen? Jazeker. Want al die spiegeltjes en zo, die had ik helemaal niet tijdens mijn rijles. Is dat sinds jij kort niet verplicht? Of? Nou, zeker, deze had jij ook. Maar dat is je nooit opgevallen. Oh, ik denk dat het dan is. Want je houdt je daar niet mee bezig, denk ik. Nee, maar deze zijn voor mij. Ik zie precies in deze spiegel wat zij ook achter haar ziet. Dus als zij kijkt in deze spiegel, dan kijk ik in die spiegel. Dan zie ik precies wat er achter ons gebeurt. Oh, vandaar. We hebben trouwens nog twee mooie spiegeltjes. Hé, die kan je opmaken. Hé, die is voor D bedoeld, ja. Ja? Is het niet veiliger als D gaat rijden dat jij daar ook een stuur hebt? Dat je dan in kan grijpen als het misgaat? Nee, maar dat doe ik zo, hoor. Oh, dan doe je gewoon zo. Maar heb je dat wel, rijlesauto's die daar ook een stuur hebben? Nee, wel gaspedaal. Ik heb geen gaspedaal, zie je dat? Nee, alleen een rem. Ja, en jij hebt wel een gaspedaal. Ja, gelukkig wel. Ja. Anders word
Dat is heel lastig. Maar er zijn ook rijinstructeurs die hebben hier een gaspedaal. Als jij geen gas geeft, en het moet wel, ja, okay. Dan kan ik nog eventjes flink op je. Als we midden op het spoor stil komen te staan? Ja, hallo. Dan moet je uitstappen en rennen. Ja. Jij hebt je theorie al, hè, begrepen? Ja. Dan weet je ook dat je niet op het spoor moet blijven staan. Ik stuur even voor je, ik kijk gewoon goed om me heen. Ik knal gelijk tegen een paaltje aan natuurlijk. Hij heeft wel gas. Maar je hoeft helemaal geen gas te geven namelijk, om die auto te laten rijden. Jij mag sturen. Nee, dit is gewoon je kop in. Jij mag sturen. Stuur me. Doei. Ja? En als ik zeg gas geven, ga jij gas geven. Oh, maar welke is het gas ook weer rechts, hè? Ja, dat weet je wel. Maar je moet wel goed luisteren naar wat ik zeg, hè? Ja. Want dat is wel heel belangrijk. Er staat gelijk op borden, verplichte rijrichting rechtsaf. Zie je het? Ja, die ken ik. Dit is je richting aanwijzen. Ja. En doe maar omhoog. Rechts is rechtsaf. Helemaal tot aan het eind toe indrukken. Oké. Okay. Ja, dan blijft hij ook aan, hè? Goed kijken. Of goed kijken. Waar moet je naar kijken dan? Oh. Nee, jij moet sturen. Ik kijk wel voor je. En terug sturen. Ja, goed zo. Nou, dan kijk je naar rechts. Kijk, komt er wat aan? Ja. Nou, dan stil dit. Hey, collega's, een lesbus. Oh, we hebben zwaaien. Leuk! Hij zwaait ook terug. Hij zwaait ook terug. Maar dat is natuurlijk allemaal voorrang. Ja. Er zit hier een mevrouw, zie je? In de spiegel. Ja. Nee, die zit niet in de spiegel. Nee, die zit dus in je dode hoek. Ja. Mag je een beetje gas geven? Maar even oppassen voor de fietsen. Geef maar gas erbij. Als je nou naar links gaat, hè, zometeen. Ja. En je bent door de bocht heen, dan mag je dat stuur een beetje loslaten. Door je handen laten glijden, als het ware. Ja? Zie je links? Ja, stuur me naar links. Stupje. Kijk, zie je, als je hem nou door je handen... Precies, ja. Nu doe je het al goed. Oké. Okay. Hey. Hey. Hoppakaas. En nou, hoppakaas. En nou ook naar rechts. En laat hem eens los. Juist, kijk D. Hoppakaas. Hoppakaas, nou, zo beginnen we. En dan gaat het helemaal goed komen. Kijk, zal je even wat leren? Ja. Dat stuur, dat moet je eigenlijk zeg maar doorgeven als het ware. Ja. Heb je wel eens vroeger wel eens koeien gemolken? Nee. Ja, één keer. Het ging heel erg goed. Dat gaat zo, hè, koeienmelk, weet je. Nou, dat doe je nou met je handen, zeg maar. Okay. Dus je gaat dit doen, zo. Zo. Dus, je geeft het stuur, geef je eigenlijk als het ware, geef je door. Dus je gaat niet met je handen mee. Nee, okay. Maar je geeft dat stuur, geef je met hapjes, je blijft geef je hier, dat door. Maar... Je blijft eigenlijk op 3:15 zitten. Ja. Maar je doet dat met hapjes. Ja. Ja. En zowel links als rechts natuurlijk. Ja. Ene kant op en andere kant. Ja? Zet hem even weer in zijn. Oké. Okay. Hoe gaat het tot nu toe? Zenuwachtig. Heb je het warm? Waarom? Ja, ik heb best warm, ja. Dan doen we het raam een beetje open. Dus dat sturen, dat krijg je wel in de gaten. Hè? Dat gaat heel makkelijk. Ja. Nou, dit is een schakelbak. Hè? Wij noemen dit een schakel. Het is geen automaat, dus je moet schakelen. Ja. Dan zie je hier een pook staan. Ja. Dit noemen we een pook. Zo staat hij in zijn vrij. Ja. Of in zijn neutraal. Ja? En die pook die staat altijd hier. Precies in het midden. Tussen 3 en 4. Ja. Daar. Ja. En hij wil ook altijd weer terug naar die stand. Ja. Als je hem nou in zijn 1 moet zetten. Dan moet je een klein stukje naar links doen. Ja. En naar voren. Maar je moet wel met je voet koppeling. De koppeling intrappen. Ja. Dus ga maar je koppeling intrappen. Dat is die linker. Als je hem nou naar links doet. En dan naar voren zit hij in zijn 1. Ja. Hoe zit hij dan in zijn 2 volgens jou? Naar beneden. Ja. En in zijn 3? 4, 5 en 6. Nee, ja, je moet hem dan wel aan die kant houden. Zeg. Oh. Ja, dat is 6. Ja? Zet hem eens in zijn neutraal. Ja, precies. En dan ga je even die kant kijken. Ja, niet naar die pook kijken, oké? Okay? Ja. Zet hem maar in zijn 1. En in zijn 3. Nee, dat is 4. 3. Ik had wat tot 3 tellen. Ja, dat is 3. 4, 5 en 6. En nou 4. En 2. En 1. En 4. En 3. Nou, weet je waarom dat ik dat zo doe? Want als jij zo gaat zitten kijken en je kijkt naar die pook, zeg maar, dan kijk jij niet op de weg. Precies. En dan gaan er dingen fout. Ja. Als je nou die koppeling een klein beetje loslaat, dan begint hij te rijden. Ja. Maar dan moet je hem zeg maar nog een beetje vasthouden. Ja. En als hij dan rijdt, dan laat je hem helemaal in één keer los. Dus niet in één keer loslaten, want dan gaan de dingen niet goed. Dan gaat hij gdum, gdum. Hoe? Ja, gdum. Zo, hè? Zo, ja. Laat je koppeling ook komen. Zie je? Dan gaat hij rijden en dan laat je je koppeling los. En dan geef je hem gelijk een beetje gas erbij. Tadaa. Hey.
Hey. Wat goed, Dee. Hoe noem je dat ook weer? Kaas? Hoppakaas. Hoppakaas. Ziek idee. Hey, Dee. Heb je wel door dat je nu zelfstandig aan het rijden bent? Ja, ik vind het hartstikke eng. Nee, wat vind je eng? Ga weg, we gaan van de weg af. Gek. Moet je toeteren? Zal ik even remmen? Nee! Kijk, Enzo die lag bijna voorin. Die heeft geen gordel om, hè? Oh. Oeps. Oh. Zoveel vertrouwen heb ik in je. Oké, nu gaat Dee meer zelfstandig rijden, dus ik doe even de gordel nu echt om. Hij staat nu zo neutraal, hè? Jij hebt voorrang. Heel goed. Ik heb spierpijn van de gespannen billen gewoon. Ja, echt waar? Is toch niet te geloven dit. Vrouwen, die hebben al gelijk spierpijn. Maar ik vind dat je het heel goed hebt gedaan. Ja? Ik zal heel eerlijk zeggen, ik had niet verwacht dat je het zo goed zou doen. Niet dat ik geen vertrouwen in je had, maar ik denk dat het volgens mij bij veel mensen veel moeilijker gaat. Want toen ik rijles had, heb ik... Aan mij, hè? Ja, ik denk dat het door deze meneer komt. Ja, ik denk dat het meespeelt. Nee, maar ik vind echt dat je het goed hebt gedaan, schat. Echt heel erg mooi. Gaan jullie nog even met z'n tweeën rijden? Ja, we gaan nog even stukje verdempen, ja, doei. Oké, heel veel plezier. Ja? Ik heb eventjes wat lekkers gedronken in de woonkamer. En de bel die ging zojuist en dat was Dee. En ik ben zo ontzettend benieuwd hoe Dee het heeft gedaan. Echt waar. Oh, joh, ik schrok gewoon. Hi. Hoe ging het? Oh, ja, ik vond het heel leuk, maar ik vond het wel heel moeilijk. Ja, vond je het moeilijk? Ja. Maar de instructeur gaf je goede tips en tricks. Zeker, en hij vond ook het goed had gedaan. Dus. Ja, zeker, absoluut. Ja, echt waar. Ja, dat zeg je niet alleen voor de video. Nee, nee, nee. Ik heb het nog een keer zelfs tegen jou gezegd. Net ook. Ja. Dus je doet het hartstikke goed. Echt heel erg blij voor je. Ben je nu boos op me dat ik dit stiekem heb geregeld of niet? Nee, ik vind het ook wel erg fijn. Oké. Okay. Ja, maar ze wil heel graag een rijbewijs halen. Ja, dat zei ze. En waarom? Ja. Omdat ze graag van jou onafhankelijk wil weten. Ja, want jij komt altijd te laat en ik wil altijd op tijd komen. Dan heb ik de sleutel en als ik dan zeg we gaan nu, dan gaan we ook nu. Anders ga ik zonder jou. Ik vind het een goeie. Holy moly. Moet je kijken. Dit is gewoon noodweer, mensen. Ga eens buiten spelen. Hij wilde het op een sprintje trekken en toen zag hij het weer en toen dacht hij na. Ik snap dat ze wateroverlast hebben voorspeld. Snap het. Nu. Wauw. Ga maar buiten spelen, Bumper. Doe maar. Nee, Bumper, je wil echt niet, hè? Nee, dat snap ik ook wel. Maar wij moeten nu naar buiten. Ja, wij moeten wel. We gaan naar de auto. Oké, ik ga. Doei! Wow! Wow! Hey, Bumper! Bumper! Hij is buiten! Hij schudt zich meteen weer af. Ja, Bumper! Ga naar binnen, joh, gek! Ga naar binnen! Oh, ik ga snel in de auto. Bumper, ga naar binnen. Wow. Oh. Holy shit. Van dat kleine stukje ben ik echt wel zeiknat. Daar komt Deetje. What the fuck, jongen. Nou, ik zou zeggen, je hebt geluk dat je niet met dit weer hoeft te lessen. Ja, echt, nou, daar zie je gewoon niks. Nee, dat ik was... Ik doe die verwarming heel hoog, hoor, maar ik heb het koud. Dat was echt een hel geweest. Dat is echt niet normaal. Gelukkig, we hebben echt geluk, hè. We gaan nu naar de supermarkt, dan gaan we in de parkeergarage. Hoeven we niet naar buiten. Dat scheelt heel veel. En daarna komen we thuis en dan gaan we ook in de parkeergarage. Dus in principe komen we niet meer buiten nu als het mee zit. Hey. Jeetje, wat neem jij allemaal mee? En dan ben je helemaal aan de andere kant van de winkel. Ja, ik wil zo snel mogelijk boodschappen doen, dus ik peer hem altijd zodat ik alles kan pakken, snel. Ja, maar jij denkt alleen aan dingen voor jezelf, niet aan avondeten en dat soort dingen. Nee, dat klopt. Dat fix jij gelukkig. Ja. Poeh! Dat is mijn tweelingbroer. Anyways, ik heb mijn joggingsbroek aangedaan, want het is tijd om heerlijk te gaan chillen op deze bank. De lekkerste bank van de wereld. Ever. Oh, we kunnen gewoon met z'n tweeën liggen op deze bank. Moet je nagaan, hij is zo breed. Heerlijk. 2 hours later. We zijn denk ik 2 uur ongeveer gaan slapen. En dat krijg je dan wel met zo'n bank. Maar goed, het was wel even heerlijk. Want vannacht hadden we niet zoveel slaapuurtjes gekregen. Dat klinkt heel raar, slaapuurtjes gekregen. Maar goed, we hebben niet zoveel slaap gehad vannacht. Dus we hebben dat nu een klein beetje ingehaald. Maar goed, het eten, burrito's, heb je weer super goed gemaakt. Ziet er heerlijk uit, dus gaan we van genieten. Maar
Maar we zijn wel op tijd voor de EK-wedstrijd van 9 uur, dus daar gaan we even van genieten. Wat een heerlijke wedstrijd heeft Frankrijk gespeeld tegen Albanië. Volop van genoten. En nu vraag ik me af voor welk team jullie precies zijn. Dus ik zal even een straalpoll maken. Linkje zet ik in de beschrijving. En dan kan je gewoon stemmen op het team waar jij voor bent. En dan ben ik heel erg benieuwd. Ik denk dat de twee teams waar het meest op gestemd wordt, denk ik. Je moet het helemaal zelf weten. Ik denk dat dat Frankrijk en België wordt. Ja, ik ben denk ik toch het meest voor Frankrijk. En ik denk dat Duitsland ook nogal hoog scoort bij jullie kijkers. Dat we wel aardig wat voor Duitsland zijn. Het zou eigenlijk voor Spanje moeten zijn, wat opa daar natuurlijk woont. Dat is dan tweede keus. Maar tweede keus. Ik weet niet, het lijkt me zo leuk voor Frankrijk als ze gewoon in hun eigen land kampioen worden. Ja, ik gun het ze ook. En ook het is met echt een leuk team. Gewoon. Ook met alle drama en zo, die daar, wat daar allemaal gebeurt, is dit gewoon even een oppepper voor Frankrijk. En dat lijkt me echt wel super mooi. Yes. Maar goed, we gaan nu eventjes iets anders doen dan over voetbal praten. Deze bank in mijn studio zetten. Want we hadden niet verwacht dat deze banken zo groot zouden zijn. Nu is onze woonkamer heel erg groot. En die ruimte willen we ook een beetje behouden. Dus we denken dat één bank hier mooier staat dan twee banken. Ja, en deze grote bank die past echt perfect in mijn studio. Dus laten we dat even hopen fixen. Hopen we, hè? Hopen. Ik heb gemeten. Maar you never know for sure. Je moet altijd toch een beetje kijken hoe het echt in het echt staat. In plaats van met het meetlid. Jee, mijn stem is weg. Hij staat gewoon bam. Super nice, meteen al gewoon. Dus we hebben daar dezelfde ruimte gepakt als aan de andere kant. Dat is denk ik wel het mooist. We hebben een klein stukje van de muur afgezet hier. Want die doeken die moet je eigenlijk niet aanraken. Dat is niet handig. Krijg je vlekjes op en dat soort dingen. Nu heb ik hier gewoon in één keer een dikke grote bank staan in de studio. Dus zo nog steeds, beetje bij beetje. Ook al staat het bureau er nu. Ook al hangen de rolgordijnen. Ook al is er LED-verlichting geplaatst. Alsnog. Beetje bij beetje wordt het nog mooier. Zo mensen, ik duik mijn bedje in. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Doe dan nog even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk check ik jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace!